Ik kon geen kleinere pan vinden. Ze koken in het groot daar, dus het moet maar even zo. Moeten we die waterkoker niet gewoon vervangen? Ja, ik heb het al een paar keer geprobeerd. Hè. Heb ik hem bij de roodtap spullen gezet en dan heeft iemand hem weer teruggeplaatst. We staan hier voor het poortgebouw, waar al 40 jaar een groep bewoners in woont. Een jaar na de kraak ben ik daar komen wonen. En dat was eigenlijk op het moment dat de gemeente geld gaf om het gebouw van binnen op te knappen. Wim heeft bijna 7 jaar in het poortgebouw gewoond. Het pand is al 40 jaar een woongroep bestaande uit ruim 30 bewoners. Daarnaast is het ook een cultureel platform. Maar binnen een jaar na de kraak is het gelegaliseerd door de gemeente. Ja, die had wel een heldere blik op dat moment. Die dachten van, nou ja, we kunnen maar beter die jongeren faciliteren, want ze moeten toch ergens wonen. En in plaats van dat ze weer een ander pand kraken en daar weer ellende maken. Wim is nu voor het 40-jarig jubileum bezig met een documentaire over de woongroep. Vooral omdat er een aantal oud-bewoners weer opnieuw betrokken werden bij het pand. Dus we hebben eigenlijk vanwege die connectie die er opnieuw ontstond, dacht ik van, hé, dit is mooi materiaal om te kijken wat er nou is veranderd en wat hetzelfde is gebleven. Nee, als ik hier ooit wegga, wat ik me eigenlijk nog bijna niet kan voorstellen, ondanks dat het onvermijdelijk is, dan moet ik weer zoiets als dit vinden of zelf opstarten of weet ik veel wat. Want ik denk dat na hier wonen, alleen wonen gewoon bijna geen optie meer is. Ja. Want dat past dan gewoon niet meer bij mijn identiteit of zo. Ja. Hoe gek dat klinkt. Maar misschien als ik wat ouder ben, ja, dan denk je daar ook aan. Oh, daar zal ik wel wat aan. Ik denk dat het belang van het gebouw vooral is dat je een mogelijkheid krijgt om dingen, om jezelf te ontplooien, te ontwikkelen. Zonder dat je direct allerlei heftige regels te maken hebt. Je kan hier beginnen. Je krijgt superveel van elkaar mee, je helpt elkaar. Dus er is een soort sociaal verband wat je soms een beetje mist. Ja, en dan zeggen we gewoon dat hij tweedehands is. Nee, hij is tweedehands! Oh, oké. Ja, je hebt gewoon de plek voor zelfontwikkeling heel erg. En dat is allemaal in groepsverband. Dit is de weggeefwinkel. Daar kunnen mensen dus eigenlijk spullen komen brengen. Zoals je kan zien hier kunnen we dan filmvertoningen doen of dat soort dingen. We hebben een groot scherm. Deze verhoging wordt vaak gebruikt voor bandjes. Hier komen we samen. Dit is een van onze gemeenschappelijke ruimtes. Vechten jullie elkaar niet af en toe helemaal de tent uit? Nee. Er zijn natuurlijk... Zoals in elk gezin, elke familie, iedereen die je samen onder één dak zet, zal moeten leren om samen te leven natuurlijk. Mijn doel met de documentaire is aan Rotterdam te laten zien hoe belangrijk het is dat er dit soort vrijplaatsen zijn in Rotterdam. We'll be right back.